Complicated stuff, bro. Probeer het te volgen. Yes. Ik schrijf een brief naar mama en het gaat over het veranderen, vriendschappen, karaktertrekken van anderen die je beïnvloeden dusdanig dat het kwaadaardig is voor mijn gezondheid. Wanneer je confronteert, afleidt of doet alsof je het begrijpt om pijnlijke situaties te voorkomen, zijn deze personen alle energie wel waard? Wat levert het je op? Voornamelijk gezeik aan je kop, zoals naar de harde waarheid nog. Dan is het basta, ben je me kwijt en neem je niet meer op. Investeren in vriendschap en soms ook gewoon elkaar accepteren en af en toe aanspreken op dingen die je niet bevallen. Kijk, voelt iemand zich snel aangevallen, moet je niet mooier in gaan pakken en de boodschap verzachten. Eerder nog verharden, tot hij eindelijk gaat snappen. Je ziet het kwartje vallen en gelijk er bovenop, terwijl het niet mooier gaat vallen. Heb je geen ballen en het is investeren voor non-patiënten. Kijk, maar mensen zijn allemaal patiënten, hebben allemaal rugzakken en trauma's. Sta open voor adviezen, zelfs voor debiele kritieken die nergens over gaan, neem ze aan. Was het zinloze kritiek en je opa houdt in reactie juist uitstekend. Hij dacht echt van, ah, ik ga die lul dus flink op zijn huid zitten. Ja, laat het langs je heen glippen, die ongekende adviezen. Hé, hey, neem je niet eens mee. Je ging namaste, die advies veeg ik me reet mee. Terwijl je opponent je volgende kritische noot al verzint, reageert de volgende keer meer als een boos kind. Breng duidelijk de boodschap, jouw zogenaamd goed bedoelde advies hoef ik niet meer aan te horen. Dus kijk naar voren en vooral in de spiegel. Ik hoef geen advies van degene die wiebelt. Even goede vrienden, maar eigenlijk niet dus. Dit was ons laatste gesprek, oude reus. De praktijkvoorbeelden zijn goed voor het inbeelden. Op het laatst had ik echt last van dat ik me verveelde. Ik door zuiver in de zaak te staan. Een open houding wordt door een intelligent persoon erkend. Dan hebben jullie een fijne samenwerking. En een open verhouding, dat is gebergen tijd en geld. Dat is een blik genoeg, want je had het gisteren al verteld. Toen zei je, moet zijn overal op de planeet. Maar helaas dat meer dan de helft toch meer voor status dan geluk leeft. En niet eens door heeft dat hij zijn tweede hypotheek neemt. Omdat hij zijn buren niet meer bijneemt. Het groenste gras nastreeft. Waardoor zijn obsessieve fanatisme juist weggeeft. Wat lekker zou voelen als hij andersom leeft. Het groenste gras nastreeft. Waardoor zijn obsessieve.